dus kort gezegd. Het wil niet meer. Je soldaat staat niet meer paraat. De mast blijft half stok. Slappe frikandel? Zo noem je dat? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Als je een takloze trut bent. Kijk, jij klopt niet aan bij een sekstherapeute voor tact. Jij klopt bij mij aan om geconfronteerd te worden met je levensloze libido. Ja, ik weet, iedere keer als het intiem wordt met een vrouw, dan voel ik een soort barrière. Ik weet gewoon niet meer wat ik zoek in een vrouw. Deze sekstherapeute gaat jou helpen. Samen gaan wij op een innerlijke zoektocht naar jouw diepste fantasie. Ben je er klaar voor? Ja. Ik wil dat je het zegt. Ja, ik ben er klaar voor. Ik wil dat je het schreeuwt. Ik ben er klaar voor! Ik wil dat je het fluistert. Ik ben er klaar voor. En hoe gaan we dat doen? Wat? Met hypnose. Hypnose? Ja! Blijf naar de slinger kijken. Ik kan er moeilijk omheen kijken. En droom nu weg. Verder. Dieper. Dieper. En denk dan nu aan je eerste verliefdheid. Wie was jouw eerste liefde? Wat zie je? Ik zit als 10, 11-jarig jongetje aan de ontbijttafel. En daar is ze dan. Mijn oppas. Buf Sonja. Buf Sonja ziet er geweldig uit. Energiek, zorgzaam. Mooie lippen, mooie ogen. Helder. Voel je je tot haar aangetrokken? Tot haar? Ik weet het niet. Zij heeft iets bijzonders. Ja, kijk eens, lieverd. Ik heb een bijtje voor het weekend. Dan ben je het beste rijtje zo weer vergeten. Hm? En je mag maandag gewoon weer mee voetballen, hoor. En als ze je niet mee laten spelen, dan zeg je het gewoon tegen de juf. En anders tegen mij. En dan ga ik wel eens even langs. Hm? En waarom hield je op met verliefd zijn? Zij neemt mij niet serieus. In haar ogen ben ik geen man. Ik voel me stom. Ik voel mijn oog prikken. Ja, sorry, ik zat even te kijken of je niet zat te faken, maar nee hoor, je bent volledig in trance. Dan gaan we nu naar je eerste vriendin. Mijn eerste vriendin is Anneloes Kwiele uit Bentelo. Jong, energiek en ze vindt mijn bril ook leuk. Kan jij nu mijn lippen nog zien? Of moet ik je helpen? En waarom werd het niet? Hoeveel signalen heb jij nog nodig?
durf je soms niet? Of ben je niet mans genoeg? Ach, wat ben jij een lul! Zo! Ze is jong, onvoorspelbaar en stiekem vind ik iemand anders leuk. En wie was dat dan? Haar zus, Annette Krielen. Dat was mijn eerste echte relatie. Mooie meid, prachtig haar. Maar ze wisselde zo qua emoties. Ik hou van je, Daan. Maar ik kan op dit moment mijn leven niet aan je binden. Ja, dat kan je niet van me vragen. Na 8 maanden voelde ze zich opeens bekneld. Ik wil jou, maar ik haat je ook omdat je zo vroeg in mijn leven bent gekomen. Waarom heb ik je niet wat later ontmoet? Toen brak ze mijn hart. En eigenlijk heb ik daarna nooit meer een echte vriendin gehad. En wat was dan jouw eerste emotieloze relatie? Puur fysiek? Jessica van Beest. Een kortstondige lichamelijke relatie. Een blok pure passie. Beest in bed, beest in bad. Hoe kun je nou geen erectie krijgen? Je was goed naar mij gekeken. Hoe denk je dat je mij laat voelen? Ben ik soms niet goed genoeg? Wat is dit nou voor slapzooitje? Het enige wat ik wil zeggen is, dit is harder dan ik hebben kan. Maar geloof me, dit is slapper dan ik trekken. Ik voelde het gewoon niet meer. Alsof mijn lichaam weigerde. Jij klaagt dat vrouwen je niet serieus nemen. Je vindt ze te emotievol, te wispelturig. Of je voelt je gepikeerd omdat ze jou fysiek niet aantrekkelijk vinden. Maar voor mij is het eigenlijk vrij duidelijk. Stel je eens je allerdiepste verlangen voor. Ik denk dat de reden dat jij jouw fantasievrouw nog niet gevonden hebt, is omdat je diepste fantasie, dat klopt een keer vrij hoor, helemaal geen vrouw is.